Factory TV vanuit Intermotel in Lummen voor een nieuwe aflevering van Studio 39. En onze praatgast deze week is Leen Bessemans, commercieel directeur, maar ook verantwoordelijk voor de communicatie bij Interelectra. En we hebben iets gemeenschappelijks in ons verleden namelijk. Want Leen, 8 jaar geleden bijna was Interelectra de eerste laureaat van de persprijs. In die 8 jaar heb je heel wat mensen zien komen en gaan, neem ik aan, heel wat contacten gehad. Is er iets veranderd op het vlak van communicatie? Ik denk het wel. Ik denk dat de meeste bedrijven heel wat meer aandacht gekregen hebben voor communicatie. Maar waar ik de opmerkelijkste opgang gekend heb, is bij onze gemeente en bij de andere openbare besturen. Wat is er wel veranderd bij de publieke sector? Men heeft gewoon heel wat meer aandacht gekregen voor communicatie. Er zijn communicatieverantwoordelijken gekomen. Ook bijvoorbeeld de gemeentelijke informatiebladen zijn stevig opgewaardeerd. Men is de nieuwe media gaan gebruiken, websites en dergelijke. Ook de lokale televisie, noem maar op. Maar intercommunales en gemeenten zelf, de kleine bedrijven, die zeggen mij altijd, ja, die hebben het wat gemakkelijker, die hebben meer middelen, die hebben meer mensen. Een KMO is niet zo dicht bij die communicatiemedia. Ja. Ja en nee, grote bedrijven hebben meestal ook heel wat verschillende doelgroepen met wie ze moeten communiceren. Terwijl een klein bedrijf of een kleine zaak, noem nu bijvoorbeeld een restaurant, zich specifiek naar zijn doelgroep kan richten. En hier kan creativiteit de oplossing betekenen. Denk maar aan een restaurant dat zijn interieur goed verzorgt. Uiteraard moet hij een goede keuken hebben. Een leuk terras. Een uitstekende bediening. En via de lokale pers kan hij zijn cliënteel op een creatieve manier aanspreken. Dat is inderdaad. Dat is misschien inderdaad nuttig dat we wat gaan creatief zijn in communicatie. Misschien heb je nog een aantal andere tips voor kleinere bedrijven. Zijn er ook dingen waar ze kunnen opletten die eigenlijk voor de hand liggend zijn en waar we te snel aan voorbij gaan? Het telefoon is onthaal. Heel wat klanten hebben voor een eerste keer telefonisch contact met een bedrijf. En de telefoon kan opgenomen worden met hallo, maar kan ook opgenomen worden met een goeiemorgen of een goeiemiddag. U spreekt met bedrijf X, met Natasha bijvoorbeeld. Ja. Maar eigenlijk zeg jij nu, het zit voor een groot deel in elk van ons. Het moet er voor een stuk uitkomen. Langs de andere kant kunnen we ook zeggen, van ja, dan is het weer niet meer gestructureerd. Dan is het misschien ook weer minder professioneel. En haalt men misschien ook minder rendement uit die inspanningen, of toch niet? Ik denk dat communicatie inderdaad een verhaal is van consistentie. In al de uitingen die men heeft naar externe klanten of naar de omgeving toe, moet men proberen een eenduidig verhaal te brengen. Bijvoorbeeld het wagenpark, bijvoorbeeld de receptie, bijvoorbeeld het telefonisch onthaal dat ik al aangehaald heb. Maar ook de brochures die men publiceert, de campagnes, de reclamecampagnes die men lanceert. Er moet een lijn in het verhaal zitten. Jullie zijn een grote speler. Jullie hebben ook campagnes naar bedrijven toe, rationeel energiegebruik en andere dingen. Is het zo dat jullie dan bijvoorbeeld het initiatief nemen om die dingen samen met bedrijven te communiceren? Bijvoorbeeld een bedrijf wat een investering doet, kunnen die op jullie rekenen? Of is dat net iets een stap te ver voor jullie? Nee, in het verleden hebben we dat dus inderdaad gedaan. Bedrijven die op het vlak van rationeel energie gebruik belangrijke inspanningen hebben geleverd, hebben we ook in de kijker geplaatst. En daar hebben we een soort productfiches van gemaakt. Een volgend millennium om nationaal nieuws te halen zit er niet meteen aan te komen, Leen. Maar zijn er nog andere projecten waarmee jij binnenkort gaat scoren in de media? Wat voor ons dit jaar heel belangrijk is, is de viering van 75 jaar Interelectra. En daar willen we eigenlijk een mooi feest voor heel veel klanten van maken. Oké, bedankt Leen. Zo, u heeft het gehoord van een van onze 16 experts die we in Studio 39 op u loslaten met evenveel meningen over professionele bedrijfscommunicatie. U ziet maar wat voor u zelf nuttig kan zijn en ik geef u alvast rendezvous voor volgende week voor een nieuwe aflevering van Studio 39.